Maar we pakken het zwaardje op en Hoppie neemt dan natuurlijk het schildje even mee. En nu moeten we terug naar Hammerlock Stadium om Lee te gaan helpen. Yo, Nintendo fans! Volg jij me eigenlijk al op TikTok? Niet doen, niet doen, niet doen. Nee, natuurlijk niet. Ga ik sowieso niet doen. Heb ik toch niet nodig? Toch gedaan. Want ik ben de laatste tijd super actief op TikTok, dus ga me daar volgen, @RickTokTube. En dan moeten we nu tegen Chairman Rose. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb keihard lopen trainen in de Wild Area. Ik heb 2 uur lopen trainen en al mijn Pokémon zijn nu level 62 of hoger. Want wij zijn nog niet klaar voor deze battle. Deze battle in de Nuzlocke Challenge is niet chill. En helemaal niet met mijn team, want ik heb geen vuurtype Pokémon. Als ik nou gewoon Scorbunny had gekozen in het begin, dan had ik hier helemaal geen probleem gehad. Maar ik heb amper counters voor deze gekke Pokémon tegen wie ik nu moet gaan battelen. Hier is een Escavalier. En die is Bug en Steel-type. Wat inhoudt dat Fighting Moves niet meer super effectief zijn. Hier heb je een vuur-Pokémon voor nodig. Maar weet je wat? Ik ga het gewoon met Earthquake proberen. En hopelijk is Earthquake dan genoeg. En is mijn Diggersby nu sterk genoeg? Dat ziet er niet naar uit dat ik hem in 2 keer ga slopen. Dit wordt niet chill, jongens. Dit wordt helemaal niet leuk. Ik ben nu echt super bang voor deze Escavalier. Laat me met rust. Kom op. Doe een critical hit of zo met Earthquake, alsjeblieft. Nee. Ah, wat gaat hij doen? Hij gaat Mega Horn doen. Die is super sterk. Oh! Diggersby. Weer 4 HP over. Wat is er toch met Diggersby die het elke keer net overleeft? Ik ben sneller toch als ik gewoon nu nog een keer Earthquake doe? Ah. Oké, daar zijn we weer. Oh my gosh. Dit is niet chill. Dan nu, Ferrothorn. Daarvoor gaan we switchen naar Rillaboom. Ik hou niet van deze battles, jongens. Ik wil niet tegen Steel-types. Ik moet nu Brick Break gaan doen. Ik ben wel 10 levels hoog ondertussen dan Ferrothorn. Ik heb mezelf keihard lopen trainen. Ferrothorn overleeft het wel. En hij heeft natuurlijk die Iron Barbs waarmee hij mij ook damaged. Hij gaat voor Curse. Oké, chill. Ik denk toch echt dat Rillaboom de Pokémon is met wie we dit moeten gaan doen, jongens. Ik denk dat we niet echt een andere keuze hebben. En helemaal niet nu Diggersby nog maar 4 HP overleeft. Oké, de volgende is een Persecutor. Nou, zit ik te denken, hè. Ik heb mijn Persecutor 2 moves geleerd. Waarmee hij echt super goed zijn defense kan boosten. Maar dat duurt maar voor 5 beurten. Nou, weet je wat? Laat maar. Ik ga wel gewoon door. Let's go. Deze moeten we kunnen one-shotten, toch, Rillaboom? Dit moet wel lukken, toch? Nee, joh. Nee. Oh my gosh. Die Persecutor overleeft het gewoon. En mijn defense is nu echt naar beneden. Daar baal ik wel van. Dat is wel een probleempie op zich. Persecutor is down. Hij heeft nog 2 Pokémon over. Wat ga ik doen? Klinkklang gaat hij er nu uitgooien. Rillaboom moet dit gewoon allemaal gaan fixen voor mij. Duidelijk. Hij gaat nu voor Gear Grind. Daarmee gaat hij me raken. Oh, daarmee gaat hij me meerdere keren raken. Daarmee kan hij mij 2 keer raken. Dat is niet relaxed. Ik ga even een Max Potion gooien op Rillaboom. Want hierna moeten we tegen zijn laatste Pokémon waarschijnlijk. Hij gaat voor Shift Gear. Hij wil sneller zijn. Hopelijk is hij niet sneller. Dat we hem nu in 1 keer kunnen raken. Dan kunnen we namelijk met full HP door naar zijn laatste Pokémon. Oh, hij gaat nog een keer Gear... Nee. Niet Gear Grind. Oh, deze move is te sterk. Deze move is echt sterk. Of mijn defense is gewoon heel erg weak nu. Dat kan ook. Oké, Brick Break. Kling Klang is weg. Maar nu, zijn laatste Pokémon. En dat is een Copperajah. Ik ga toch switchen, jongens. Ik ga toch naar mijn tank. Ik ga naar Slowbro. En ik hoop dat ik dit een lange battle kan maken. En dat hij zichzelf dan gaat slopen tegen mijn Rocky Helmet. Die ik heb gegeven aan Slowbro. En als ze dan uit de Dynamax komen, dan wil ik dus Yawn gaan gebruiken. Want dan wil ik hem in slaap krijgen. Maar we moeten eerst maar eens die Dynamax in. Ik hoop zo dat we Slowbro niet kwijt gaan raken. Ja. Ik hoop dat dit een goede keuze is. Hij heeft namelijk eigenlijk mijn Rillaboom al een beetje uitgeschakeld. Door zijn defense naar beneden te brengen. Ja, en ook Diggersby kunnen we niet echt lekker gebruiken. Want Diggersby die heeft nog maar 4 HP over. Max Mindstorm. Wij zijn in ieder geval sneller. Dat is al chill. Ja, kijk, het doet alleen niet zo heel veel damage. Hè. Daar was ik al bang voor. Het is zelfs not very effective. Hij gaat voor een Max Quake. Hoeveel pijn gaat Max Quake doen? Max Quake gaat veel pijn doen, want het is super effective. Hiermee boost hij ook nog eens een special defense. Ik kan hem wel nog een keer raken als het goed is met Max Mindstorm. Dit is spannend. Hier gaat hij nog een keer zijn special defense mee boosten waarschijnlijk. Het is tijd voor een Max Potion, jongens. Het is heel hoog tijd voor een Max Potion. Maar als we dit een beetje goed uitspelen, dan kan het goed gaan komen. Max Steel Surge, wat?
Oké, overleef dit. Lekker, lekker, lekker. Goed gedaan, Slowbro. Lekker. Maar dit is een soort van aanval dat er nu allemaal stalen dingetjes om mijn team heen liggen. Dus ik moet wel uit gaan kijken wie ik er nu in ga gooien. Ik ga in ieder geval nu voor Jan. Ja, dat werkt. Over 2 beurten slaapt hij. Hij gaat nu voor high horsepower. Dat is super effective, maar ik kan het overleven. En mijn Rocky helmet damage them. Ja, ik vraag me echt af hoe ik dit had moeten doen als ik mijn Pokémon niet getraind had. Want eigenlijk had ik mijn Pokémon getraind voor de volgende battle. Jullie weten tegen wie dat is. Maar hier hebben we dat ook gewoon echt keihard nodig, jongens. Oef. High horsepower doet nu wel heel veel pijn. Het is namelijk een critical hit. En nu gaat hij lekker slapen. We moeten dit wel even gewoon op safe blijven spelen. Want 1 foutje nu en Slowbro is weg. En dat willen we natuurlijk niet. Oké, hij is nog lekker aan het slapen. Ik heb geheeld. Nu kan ik hem damage gaan doen, maar het zou niet zo heel veel zijn. Want hij heeft zichzelf echt zwaar geboost. Zijn special defense. Dus ja, dit gaat nog wel even duren, denk ik. Ja, kijk hoe weinig pijn we hem doen, hè. Hij is nu ook weer wakker. Hij doet heavy slam. Oh ja, maar hij maakt natuurlijk zichzelf kapot. Oh, ik had het helemaal niet door, want ik heb die Rocky helmet natuurlijk. Copperadia is weg. Het is klaar met Chairman Rose. Deze battle hebben we ook weer gepakt zonder Pokémon te verliezen. Oh, maar hoe had ik dit moeten doen als we allemaal level 55, 56 en 57 waren? Dan had ik dit nooit kunnen winnen. Hij maakte me nu al bijna kapot, joh. Ik heb zo hard een vuur-Pokémon nodig. En Rose begint nu zijn excuses aan te bieden. Sorry dat ik dit heb gedaan, maar ja, dit moest gebeuren. We hebben Eternatus laten ontwaken. Maar we kunnen hem niet controleren. De champion die is boven. En ik hou van speeches voorbereiden. Maar ik ga nu stoppen met praten. Heel veel succes. Jongens, ik durf nog niet naar boven. Ik wil eigenlijk nog verder trainen. Ik durf dit niet. Ik wil dit niet. Daar is die. Oh, Eternatus. Oh, hier heb ik dus voor getraind. Olien die zegt, ja joh, hey, ik ga dat wel fixen voor jullie. Hier, Pokeball er bovenop. Ja, als je, hoe ga je een Pokéball gooien als je Pokémon kampioen bent? Hoe? Waarom gooi je geen Ultrabal? Ik snap dit nog steeds niet. Dit is voor mij nog steeds een onbegrijpelijke keuze van Leon. Hoe denk je deze Pokémon te gaan vangen met een Pokéball? Nou ja, eindstand. Dat kunnen wij straks ook doen. Maar hier is die. Eternatus. Ik heb de Rocky helmet even weggehaald. Ik weet niet of dat een slimme keuze is. Ik heb hem geruild voor een move waarin ik mijn psychic moves boost. En ik ga gewoon vol erop. Ik ga gewoon vol erop. Hij gaat voor Dynamax Cannon. Dit is een special attack volgens mij. Oh my goody, jongens. Kijk dan hoeveel pijn dit doet. Ik kan dit niet overleven. Dit gaat niet. Dit gaat helemaal niet. Ik weet niet hoe ik dit zou moeten doen. Ik ben sowieso niet sneller. Hoe ga ik dit nou doen? Hij doet cross poison. Dat is nice. Die doet bijna geen Oh, dan moet ik het zo doen. Hij doet cross poison. Nu kan ik hem verslaan. Ook al doet hij nu die Dynamax Cannon, dan nog zouden we moeten kunnen verslaan, toch? Hij doet Dragon Pulse. Even kijken wat Dragon Pulse doet. Ja, die overleven we ook. We kunnen hem gewoon pakken. Lekker slow, bro. Lekker mijn broodje. Hij kan dit gewoon. Ongelooflijk. Oké, maar dit was fase 1, hè? Dit was fase 1. We zijn er nog niet. Kijk maar, hij wordt nu helemaal lijp natuurlijk. Eternatus. En Hoppie gaat ook helpen. Ga je dat weer met dubbel doen? Ja, hoor. En daar komen we, hoor. Het schild. Ja, ja. En het zwaard. En hier komen ze, hoor. De twee helden. Zacian en Zamazenta. Zonder hun hulp zou dit natuurlijk nooit lukken. En het enige dat ik hoop is dat ik genoeg potions bij me heb. Pweeem, daar zijn ze. Let's do this, Hoppie. Het zwaard en het schild. En dan komen ze, hoor, in hun ultieme vormpies. En nu is het gewoon hopen. Hopen dat Slowbro niet down gaat. We gaan gewoon keihard voor Psychic elke keer. Want die is super effective. Zacian, die gaat even huilen. Ik heb liever dat je hem gewoon aanvalt eigenlijk, Zacian. Want hij boost onze attack. Maar daar heb ik letterlijk niks aan. Want ik heb alleen maar special attacks. Kom op. Zamazenta gaat voor light screen. Die gaat ons beschermen. Daar ben ik dan weer wel blij mee. Kijk, want die Max Murmurwind, die gaat waarschijnlijk... kijk, dat bedoel ik. Waarom op mij gelijk, jongen? Waarom gelijk op mij? Dubbel, die gaat even voor Double Edge. En ik ga voor Psychic. Ja, kijk, dat is lekker. Maar ik moet mezelf nu wel healen. Ik kan mezelf echt niet vergeven als Slowbro down gaat in een battle waar Zacian en Zamazenta ook zijn. Dat zou echt... Ja, dan voel ik me wel echt een beetje nieuw. Kijk, hij gaat lekker nu aanvallen. Dat is helemaal top. Hoppakee.
Ja, lekker man. Zijn Mazenta gaat nu ook lekker aanvallen, dus dat is top. Go get him, man. Go get him. Boom. Maar hij is nog niet voor de helft neer, trouwens. Die Turner dus gaat nu voor Max Flair. Oeh, dan moet hij even oppassen. Ja, dan moet Zacian wel even oppassen. Ik kan Zacian niet healen, volgens mij. Nou, dan gaan we ook maar vol voor de aanval. Maar hey, die Turner dus moet echt die Zacian niet kapot maken. Want dan, dan hebben we straks een probleem, jongens. Kijk, deze aanval, die moeten we wel even nog kunnen gebruiken. Want anders... gaat het niet goed komen? Nou ja, anders gaat het denk ik ook wel goed komen. Helemaal als Zemmazenta ook gewoon lekker gaat aanvallen. Boom! Nou, maar Zemmazenta doet wel minder damage. Oké, hij gaat voor Max Mervint. Op wie ga je dat doen? Weer op mij? Ik overleef hem gelukkig wel, jongens. Ik ben al lang blij dat ik gewoon één klap kan overleven. Misschien ga ik hem wel finishen nu. Ik mag nu als laatste psychic op hem doen. Nee, ik finish hem nog niet. Nou, dan wordt het gewoon weer een potion. Ja, en dan gaat Zacian weer aanvallen. Ja hoor! We hebben het gewoon toch weer gedaan. Oh, nog niet. Nou, nu dan wel. Nu dan wel. Nu Zamazenta die laatste tik gaat uitdelen. Hebben we het gedaan, jongens? Holy moly. Bing. En Hoppie die zegt, nu moet je hem gaan vangen. En ik moet hem ook wel vangen, anders kan ik niet door. En laten we hem vangen in een moonball. Letterlijk elke Pokéball die je hier gooit is goed. Maar we mogen deze Pokémon niet gebruiken, jongens. Deze Pokémon mogen we niet gebruiken in de Nuzlocke Challenge. Hij is te overpowered. We mogen geen Legendary en geen Mythical Pokémon gebruiken in deze Nuzlocke Challenge. Dus ja, ik mag hem vangen. Sterker nog, ik moet hem vangen. Maar daar blijft het dan ook bij. Thanks, guys. Zonder jullie hulp was het niet mogelijk geweest. Zonder jullie hulp was deze Nuzlocke Challenge denk ik nu voorbij. Want er waren waarschijnlijk al mijn Pokémon gesloopt. En dan zijn we nu weer terug in Winden City. Waar we de laatste battle mogen gaan doen. Hier in Winden City, at last, the final match. Challenger Nussie, strakjes tegen Leon. En ik ben nu al bang voor die Charizard. Laat even in de reacties weten wat ik moet doen tegen de Charizard van Leon. Laat een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Oh ja, of op TikTok, @RickTalkTube. Mazzel!